We geven je 7 redenen om eieren te eten. We geven je 7 redenen om eieren te eten. Eieren hebben een slechte naam die ze niet verdienen. Eigenlijk zijn ze erg gezond. Eet eieren 3 tot 5 keer per week, want ze hebben een erg positief effect op je lichaam. Er zijn vele redenen om eieren te eten. Overal ter wereld worden ze gegeten. Ze zijn zo voedzaam dat ze tot de categorie behoren die wij superfoods noemen. Eieren toevoegen aan je voedingspatroon is dus een goed idee. Jarenlang hadden ze een slechte reputatie, want men associeerde ze met problemen met de cholesterol, maar eigenlijk vormen ze een onmisbaar onderdeel van elk dieet en zijn er vele redenen om eieren te eten. Ze bevatten een kleine hoeveelheid vet, maar hun proteïnewaarde is erg hoog. Bovendien bezitten ze vitaminen en mineralen, waardoor ze een belangrijke plaats verdienen in je dagelijkse voeding. Vergeet dus alle mythen die je vertellen dat eieren gevaarlijk zijn. Leer in dit artikel hoe goed ze zijn voor je lichaam. We geven je hier een overzicht van 7 belangrijke redenen waarom je eieren zonder schuldgevoel kan eten. Ze helpen je om gewicht te verliezen. De voorwaarde is wel dat ze deel uitmaken van een gezond en caloriearm dieet. Dan zullen ze je helpen om gemakkelijker gewicht te verliezen. Eieren bevatten vitaminen en mineralen die je helpen om het lichaam te voorzien van alle nodige voedingsstoffen. Bovendien voorkomen ze tekorten en een daling van de energie. Ze bevatten ook een proteïne die gemakkelijk te verteren is. Dit bestanddeel helpt je om spiermassa op te bouwen. Dit zal dus je atletische prestaties verbeteren. Ze zijn ook een van de voedingsmiddelen die je het grootste gevoel van verzadiging geven. Dat betekent dus dat ze je eetlust onder controle zullen houden. Een volledig ei bevat slechts ongeveer 77 calorieën. Dit is ook een interessant artikel, 8 makkelijke manieren om snel 100 calorieën te verbranden 2. Een van de redenen om eieren te eten, ze verminderen vermoeidheid. Eet eieren bij je ontbijt, want dit helpt om de traagheid die je 's morgens ervaart, aan te pakken. Bovendien voorkomt het dat je je in de namiddag loom voelt. Dit kan immers je productiviteit op het werk verstoren. De kleine hoeveelheid vetzuren en aminozuren in dit voedingsmiddelen doen je energiepeil stijgen. Op dit manier verbeteren ze de geestelijke en de lichamelijke productiviteit. Ze bevatten ook vitamine B12. Deze voedingsstof helpt om de koolhydraten om te zetten in energie. Ze zijn goed voor de ogen. Eieren zijn een uitstekende keuze wanneer je goed voor je ogen wil zorgen. Ze zijn een aanzienlijke bron van luteïne en zeaxanthine. Dit zijn 2 antioxidanten die je lichaamcellen beschermen. Ze zullen dan ook het risico verminderen op cataract, maculaire achteruitgang en blindheid. Bovendien bevatten ze grote hoeveelheden vitamine A. Een tekort aan deze vitamine wordt in verband gebracht met een groter risico op aandoeningen van de ogen. Ze verbeteren de cognitieve gezondheid. Nog een van de redenen om eieren te eten. Eieren bevatten een voedingsstof die choline genoemd wordt. Dit element is een bepalende factor in de gezondheid van de hersenen. Meestal gaat dit bestanddeel samen met vitamine B. Het helpt om de celmembranen op te bouwen en voorkomt ook dat de hersenen vroegtijdig afbreken.
Je lichaam gebruikt choline om structuren te maken die informatie naar de hersenen sturen. Bovendien speelt het een rol in het geheugen. Het regelt ook het zenuwstelsel en helpt om de activiteit van de neurotransmitters in evenwicht te houden. Eieren zorgen ervoor dat ontstekingen verminderen. Voedingsmiddelen die veel vet, suiker en toegevoegde stoffen bevatten, doen meestal ontstekingen in het lichaam ontstaan. Dat betekent dus dat er een groter risico is om allerlei soorten verschillende chronische aandoeningen te ontwikkelen. Eieren werken de ontsteking tegen. Dat komt omdat ze choline, aminozuren en antioxidanten bevatten. Daardoor zullen ze de cellen en de weefsels in het lichaam beschermen. Ze hebben een invloed op de gezondheid van de hersenen en van de bloedsomloop. Ze helpen ook om de zuurstofvoorziening naar de cellen zo goed mogelijk te laten verlopen. Als ze deel uitmaken van een gezond dieet, dan zullen ze ook helpen om afvalstoffen die in het bloed aanwezig zijn, uit het lichaam te verwijderen. Bovendien stimuleren ze de productie van collageen. Dit is een bestanddeel dat je gewrichten nodig hebben, om gezond te zijn. We raden ook dit artikel aan, 17 voedingsmiddelen om pijn en ontsteking bij artritis te voorkomen 6. Ze versterken je immuunsysteem. Voeg dit supervoedingsmiddel toe aan je dagelijkse voeding. Het is een doeltreffende manier om je immuunsysteem te verbeteren. Het zorgt er immers voor dat het beter in staat zal zijn om ziekteverwekkende micro-organismen te bestrijden die het lichaam aanvallen. Dat komt omdat de voedingsstoffen in eieren een rol spelen in de vorming van antilichamen. Dit zijn enkele van die voedingsstoffen: vitamine A, B-complex, D, E, K-mineralen, selenium, fosfor, calcium, zink 7. Een van de redenen om eieren te eten, is dat ze helpen om de botten te versterken. Wanneer je regelmatig eieren eet, dan versterk je het effect dat een gezond dieet en bewegingsoefeningen op je lichaam hebben. Vooral om de sterkte van de botten te bewaren is dit belangrijk. Dat komt omdat eieren een kleine hoeveelheid calcium bevatten. Dit kan dus helpen om te vermijden dat de botten hun dichtheid verliezen. Ze zijn ook een van de beste bronnen van vitamine D die je in voeding kan vinden. Deze voedingsstof helpt het lichaam om calcium op te nemen en botweefsel op te bouwen. Hoe vaak eet jij eieren? Nu heb je met meer redenen ontdekt waarom je ze moet eten. Voeg ze nu dus toe aan je dagelijkse voeding en eet ze 3 tot 5 keer per week. Er bestaan vele lekkere recepten met eieren.